de boys van de Rotterdam gaan kijken natuurlijk naar iemand in de rond. Die zaak had de stand daar in de halve finale. Puntval. En moest dan genoegen in de IP-finale. Daar hoort hij helemaal niet thuis natuurlijk. Maar goed, dat moet hij hier maar laten zien voor wat hij waard is. En een goede vriend met ook zonder problemen gaat hij hier aan de leiding. Nee, met zich mee denk ik iemand van uit de Mara of de Nieuwig is. En dat zou dan zomaar eens Dijkmans kunnen zijn. Ik even kijken, 814 kwart. Ja, Dijkmans is dat. Hij zit op nummer 2. De nummer 3 is op 295 voor Richardson. Maar de winst gaat hier in deze B-finale bij de Boys van 11 jaar. Maar niemand minder dan Isaac Martens.